20 jaar geleden, Zimbabwe, de Zambezi-rivier. Links snelpaden, rechts snelpaden, olifanten, buffels stonden te grazen langs de kant. Er gebeurde van alles en ik wist eigenlijk niet waar ik moest kijken. De Kano Safari in Zimbabwe, daar is waar het allemaal mee begonnen, is 20 jaar geleden. Wat ik een van de meest bijzondere ervaringen vond in die tijd. En misschien nog wel belangrijker om te zeggen, na 20 jaar vind ik dat nog steeds een van de mooiste belevingen, ervaringen die ik heb mogen meemaken. Dat willen we graag delen. Onder de naam Miles Travel vertrekken in 1998 de eerste reizigers op Kano Safari. De eerste mensen kwamen terug van die Zimbabwe-reis. En zeiden, Harco, fantastische reis, zo wil ik reizen. We hebben gehoord dat er nog meer mooie Afrikaanse landen zijn, dus wij willen nu naar Zuid-Afrika. In 2000 wordt Zuid-Afrika als bestemming toegevoegd. De reizen worden vanaf het begin op maat samengesteld. Desgewenst bij de reiziger thuis. Een jaar later, 2001. De safarilanden Namibië, Botswana, Kenia en Tanzania volgen. De eerste jaren staan de Afrikaanse safarilanden centraal. In 2003 komt er een nieuw continent bij. Latijns-Amerika, onder het reislabel Pagona Travel. Want de manier van reizen werd belangrijker dan de bestemming. En het leek ons hartstikke leuk om diezelfde wensen van onze reizigers te vertalen naar dat continent. Als je kijkt naar natuur, cultuur, heeft het heel veel overeenkomsten, maar tegelijkertijd totaal anders. Twee jaar daarna maakt Barron Travel de wereld steeds groter. Australië, Nieuw-Zeeland en de Pacific worden toegevoegd. Op het moment dat je steeds meer reizigers mag helpen hun ideale reis te organiseren, komt er steeds de vraag naar die bestemming die je nog niet hebt. In het jaar 2006 ziet Sinja Travel het licht. De eerste Azië op maatreizen worden samengesteld. In 2007 is het jaar van het Caribisch gebied en de droomeilanden in de Indische Oceaan. Na de eerste reis maakt Experience Travel de oversteek naar Canada en de USA. Deze bestemmingen komen erbij in 2008 en kleuren de wereldkaart verder in. We hadden nooit gedacht toen wij begonnen in Afrika dat we ooit Amerika en Canada aan ons lijst zouden toevoegen. Vaak lees je alleen maar over dezelfde dingen. En ook hier heb je weer plekken, locaties waar juist nog niet iedereen geweest is, waar juist niet iedereen naartoe gaat. Het Zuidpoolgebied, Spitsbergen, Groenland, Frans-Josefland. 2009 worden de grenzen verlegd naar de Poolgebieden.
2012 brengt Elke Kuipers als mededirectielid. Met haar komst wordt de klantbeleving verder ontwikkeld en alle contactmomenten belangrijker gemaakt. En wij zijn eigenlijk die hele klantbenadering van ons eigen bedrijf, zijn we onder de loep gaan nemen met wat doen we nu eigenlijk, op welk moment en is dat dan ook iets waar de klant uiteindelijk op zit te wachten. De verschillende reislabels gaan vanaf nu verder als Experience Travel. In 2013 neemt Experience Travel Voyage en Cultuur en Academische Reizen over. Vanaf dat moment horen ook culturele reizen in Europa tot de mogelijkheden. Deze reizen zijn in gezelschap van een historicus, journalist, muzikoloog of andere expert als reisbegeleider en gelijkgestemde medereizigers. Georganiseerde reizen met inhoud. Hieruit voortvloeiend gaan de grenzen naar Rusland en Iran open voor Experience Travel. In 2017 maakt een select reisgezelschap samen met Harco van Uden en Elke Kuipers in de aanloop naar het jubileumjaar een bijzondere treinreis dwars door Safari Afrika. De mooiste reis bestaat niet, want de mooiste reis is de reis die je zelf kunt invullen. Maar een reis die bij ons ook wel hoogst op onze lijst stond was de treinreis naar Afrika. Dat was eigenlijk ook wel een beetje het tegenovergestelde van de eerste reis die ik maakte in Zimbabwe. Op het moment dat je van Dar es Salaam naar Kaapstad reist, dan ja, raak je ook eigenlijk bijna alle Zuid-Afrikaanse landen daar waar ja, Miles Travel ooit mee is begonnen. Het vatten die 20 jaar eigenlijk samen in één reis. En nu? Nu is het 2018 en viert Experience Travel haar 20-jarig jubileum samen met u. We hopen dat we u nog lang mogen inspireren, verrassen, ontzorgen en verrijken met experiences and memories for a lifetime.